Wim, heb je wel eens een cadeau gegeven? Ja, dat als je het zelf had gekregen, dat je de vriendschap had opgezegd? In elk geval niet bewust. Maar nu je het zegt, valt mijn Frank wel. Ik ben wel vrienden verloren na het geven van je cadeau. De Nederlander geeft graag saaie cadeaus. Dus bovenaan staat een cd, dvd, 51%, en dan parfum, boeken. Cadeaubonnen doet dan heel goed. Merkwaardigwijs cadeaubonnen in 2004 verreweg bovenaan. Is nu gezakt naar de vierde plek. Kunnen wij niet helemaal de oorzaak van... En wat wij het meest opmerkelijk aan dit onderzoek vonden... dat 20% niet wist wat hij met kerst gegeven had. Oh. Ja, dan koopt iemand anders de cadeautjes. En die zegt dat is van ons. Ja. Dus dan weet hij al niet wat er gegeven is. Dat is altijd heel pijnlijk, hè? Als de niet-gever dan bedankt wordt voor... nog bedankt voor je cadeau. Ja. Ja. Ah, ja. Bedankt, hoor. Hey, die feestjes, daar worden er ook steeds meer. Ja. Dan komt iemand heeft gedacht aan een cadeau en dan hoor je ineens... Ik doe even met jou mee. Ja. Dan geef je me 12 man een fles wijn. Ja. Een cadeau van 15 euro, met z'n allen. Ja. Ik hoorde daar vanmiddag dat mensen op een fles wijn dus hun naam zetten... omdat die niet weer doorgegeven wordt. Want dat is namelijk een ander punt, een ander onderzoek geweest. En dat in Amerika is onderzocht dat 56% van de vrouwen... en iets van 45% van de mannen doen aan herschenken. Ja. Dus die krijgen een cadeau en die geven het door aan andere mensen. Ja. Geef je wel eens een cadeaubon? Nee. Ja. Ik vind mensen die cadeaubonnen geven... het laagste van het laagste. Heb jij je nieuwe vriend al een cadeaubon? Nee. Maar ik heb wel cadeaubonnen doorgegeven. Doorgegeven? Dat is het laagste van het laagste van het laagste. Maar cadeaubonnen is eigenlijk ook een merkwaardig fenomeen. Want je hebt dus... Nou, jij gaat dus met een briefje van 20, zeg maar. Ja. Ga je dus naar een winkel toe en dan zeg je... Nou, hier heb je een briefje van 20. En wat krijg je terug? Een briefje waarop staat dat, dat het 20 euro is. Alleen dat je het niet overal kan inwisselen. Ja. Ja. Dus eigenlijk, je straft iemand met een cadeaubon. Je hebt ook nog mensen die hebben een plantenbon. Maar je een plantenbon. En, hier heb je een plantenbon. Dan moet je zo'n plant mee gaan kopen. Ja. En dan volgende keer komen ze. En wat heb je van mijn plantenbon gekocht? Weet je? Ja, een plant. Een plant. Ja. Ik kreeg laatst een cadeaubon van de Praxis. Van 7,50. Daar heb je deze tafel voor gemaakt. Ja. Dus zo slecht is het allemaal nog niet. Ja, goed.